Hoi. Frank. Fijn dat ik hier vanavond bij jullie mag zijn. En dat we met elkaar mogen gaan nadenken over een pittig thema. Dat kunnen we gerust stellen. Pijn en lijden. Mijn naam is Leo Heuvelman. Het mooie is dat ik hier twee straten verderop ben opgegroeid. Oude Kerk. Extra bijzonder dat ik hier vanavond dus mag zijn. Dankjewel. Ik ben getrouwd met Gerda en samen hebben we 5 kinderen. En in het dagelijks leven ben ik ondernemer in de werving en selectie. En de komende 3 kwartier ongeveer neem ik jullie mee op reis door diepe dalen en langs hoge bergtoppen. En ik wil graag een getuigenis geven dwars door lijden heen. Een getuigenis van hoop. En ik begin mijn verhaal met dit touw. Dat hebben jullie misschien al wel zien liggen. En gedacht van nou, wat doet dat touw hier en wat moet hij daarmee? Nou, als je goed kijkt bij dit touw, zie je dat de eerste 20 centimeter is rood gekleurd. Door onze dochter Lotte. En dit kleine stukje staat symbool voor ons leven hier op aarde. Nou, wat gebeurt er allemaal en wat gebeurt er veel in dat kleine stukje hier op aarde? We worden geboren en we groeien op. We gaan naar school, we gaan studeren, we leren en ontwikkelen, we gaan werken. We vinden een levenspartner, we trouwen. We bouwen aan een toekomst, aan een gezin. We maken carrière, we verhuizen. We gaan op vakantie en we denken alweer na over ons pensioen, misschien. En wat maken we ons in dit stukje, dit kleine rode stukje, zorgen om onze gezondheid of de gezondheid van anderen, geliefden. En wat is er veel lijden? Ja. En wat zijn we in ons leven en gelooflijk veel met dit kleine stukje touw bezig? En zouden we niet veel meer met de rest van het touw bezig moeten zijn? Nou, dit touw is geloof ik 3 of 4 meter. Maar het staat natuurlijk symbool voor de eeuwigheid. Dit touw heeft een einde. Maar de eeuwigheid is eindeloos. En door het geloof mogen we altijd bij God zijn. Waar geen lijden, geen pijn en verdriet meer zal zijn. En in het teken van de eeuwigheid stelt het lijden hier op aarde maar weinig voor. En laten we ook eerlijk zijn, nu kunnen we dat vaak niet zo zien. En toch ben ik er vast van overtuigd dat het zo zal zijn als we straks terugkijken. Als we elkaar hier hopelijk, zoals we hier zitten, in de eeuwigheid nog eens ontmoeten. En dan terugkijken op deze avond, dat we zeggen, ja, zo was het. Ik heb geleerd dat als je gelooft dat je straks voor altijd bij God mag zijn, door Jezus' redding, dat het lijden makkelijker te dragen is. En natuurlijk is het zwaar en doet het pijn, maar God zal ons dragen. En met Paulus zeggen we amen op Romeinen 8, vers 39 en ook vers 38. En ik wil die graag eerst met elkaar lezen. En twee bekende woorden. Uit het stukje waar in mijn Bijbel boven staat, meer dan overwinnaars. En dat mooie vers lees ik er natuurlijk als eerste ook bij. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hen die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer.
Hij is tegen het blad. We bladeren nog iets verder door naar 2 Korinthe 12. En zo is het. En dan lezen we vers 9 en 10. Waar diezelfde Paulus aan het woord is. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij kunt wonen. Dat. Daarom heb ik een behagen in de zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheid, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat de woorden, wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. En ik heb geleerd dat deze versen waar zijn. Op jonge leeftijd heb ik al veel gebrokenheid gezien. En ik heb geleerd om te leven vanuit gebrokenheid. Om er zelfs een avond hier over te getuigen. En ik ben erachter gekomen dat er grote kracht te vinden is in zwakheid. In jezelf als zwak persoon te durven laten zien. En ik heb geleerd dat de Heere God soms omwegen met ons gaat. Omwegen in het leven, net zoals het volk van Israël 40 jaar door de woestijn moest. Maar die omwegen brengen ons op hele onverwachte plaatsen waar we anders nooit waren gekomen. Luister maar naar mijn verhaal en getuigenis van Gods trouw dwars door het lijden heen. Het is juli 2005, nog geen 40 jaar geleden. En ik sta bij een uitreikpunt over de Drakensbergen in Zuid-Afrika. Kaart. En waar je ook kijkt, zie je adembenemende vergezichten. Schitterende natuur. Ik ben aan de andere kant van de wereld. Vele duizenden kilometers van huis. En hier bij dat uitreikpunt krijg je letterlijk het idee alsof de wereld aan je voeten ligt. En als jonge man van toen begin 20 had ik zelfs toch gevoel ook wel eens dat de wereld aan mijn voeten lag. En hier in dit prachtige land leerde ik mijn vrouw Gerda kennen, mijn groepsreis voor christelijke jongeren. En het leven lachte mij toe. We trouwden, we gingen een gezin stichten en ik was druk bezig om carrière te maken. Ik voelde me sterk en krachtig, vol vertrouwen. Ik was nergens bang voor en ik sta graag in het middelpunt en overal vooraan. We reizen 7 jaar door de tijd. Augustus 2012. Huilend kwam ik thuis bij Sarah, mijn vrouw. Zij heeft mij zojuist telefonisch naar huis begeleid nadat ik op de snelweg een paniek aanval kreeg. En dat was niet de eerste keer in die week, want daarvoor had ik het ook al gekregen in de kerk. En ik voelde mij totaal verloren. En ik had het gevoel dat de grond onder mijn wereld letterlijk wegviel. Wat was er gebeurd? 2 maanden eerder was mijn vader plotseling overleden op relatief jonge leeftijd. Een gescheurde aorta. Ik zie het nog voor me, 2 straten verder hier in de Grotto, de hele straat vol met, sirenes, ambulances. Het was een hele heftige en plotselinge confrontatie met de dood. En dat was ook een frontale botsing met de bouwfase van mij als persoon en ons als gezin. Yes. Ik wist totaal niet hoe ik daarmee om moest gaan. Dus ik stopte de emoties maar zo ver mogelijk weg. En ik probeerde de draad weer op te pakken. En deed maar gewoon waar ik goed in was. En dat was weer volle bak aan het werk gaan.
Met de kennis van nu weet ik dat een dergelijke traumatische en heftige gebeurtenis goed verwerkt moet worden. En als dat niet gebeurt, dan zoekt het een uitverder. En dat kan zijn door lichamelijke klachten, maar dus ook door psychische klachten of door een verslaving. En kennelijk was mijn psyche mijn zwakke plek. Ik wist dat niet, want ik had tot die tijd nooit dergelijke klachten gehad. Wat mijn vrouw en ik toen in augustus 2012 nog niet wisten, was dat we nog maar aan het begin stonden van wat een heel heftig, een heel lang en uitputtend traject zou worden, wat uiteindelijk 5 jaar zou duren. Want door de paniekaanvallen ontwikkelde ik in razend tempo een angststoornis die steeds erger werd. En wat is een paniekaanval? Verschrikkelijk. Degene die hier zijn, die dat ooit gehad hebben, die zullen het herkennen. Je denkt echt dat je doodgaat. Symptomen van hyperventileren, trillen, zweten, volledig in paniek, terwijl er eigenlijk niets aan de hand is. Ik lachte naar me toe en mijn karakter, wat graag de controle heeft, speelde ook een negatieve hoofdrol hierbij. En veel dingen werden steeds moeilijker. Ik durfde niet meer naar verjaardagen bijvoorbeeld, of gewoon naar het winkelcentrum. Tegenwoordig een pleinfeest. En de angst voor de angst nam de leiding over. En dat betekende eigenlijk dat je alles gaat mijden waar je weer een dergelijke situatie kan tegenkomen. Nou, 5 jaar lang durfde ik heel veel niet. Niet naar de kerk. Niet op de snelweg rijden. Ik heb ongeveer 5 jaar lang in een straal van 5 of 10 kilometer rondom onze woonplaats Krimpen geleefd. Geen vakanties. Geen dagelijks weg of familiebezoeken verder. En ik had dus heel veel moeite met afgesloten ruimtes. En de 2 heftigste dingen die ik in die periode wel samen met mijn vrouw en gezin heb meegemaakt, is dat ik niet bij de doop van 2 van onze kinderen kon zijn. En ik miste het moment van overlijden en de begrafenis van mijn schoonvader, want die was toen ook al een aantal jaar ernstig ziek. En ik leerde taboe psychisch lijden kennen. Alsof psychisch lijden alleen al niet genoeg is. Gingen heel veel mensen mij mijden. Het is ook heel lastig te herkennen, hè, want als je je been breekt, dat een andere vorm lichamelijk ziek bent, dan zien mensen dat aan je en psychisch lijden zit van binnen. Mensen weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. En het begon al heel dichtbij bij mijn vrouw, die totaal niet begreep wat er gebeurde met de Leo die, ja, altijd vrolijk en energiek was en sterk. En die nu opeens als een bankvogeltje in de hoek zat. En hoe verder mensen bij je vandaan staan, hoe moeilijker dit begrip werd. Het heeft te maken met wantrouwen. Met mensen die je gingen vermijden. Met heel veel goed bedoelde adviezen. En eigenlijk vond ik de enige herkenning en erkenning bij mensen die een soortgelijk traject meemaakten of hadden meegemaakt. En één voordeel heb ik in deze periode wel gehad, is dat ik praatte met bekenden en met onbekenden en er in die zin geen schaamte was. En ik heb geleerd dat openheid en delen van wat je meemaakt een deel van de oplossing is. Nou, al vrij snel ben ik in behandeling gegaan bij een christelijke psycholoog. En ik weet nog goed dat ik de eerste keer daar zo zat van, joh, nou ja, zeg maar wat ik moet doen, op welke knop ik moet drukken. En dan gaan we weer snel door met het leven. Maar ja, dat bleek niet zo te gaan. Zij gaf ook al wel aan van, joh, dat kan wel eens langer duren dan jij denkt. En dat heeft ze gelijk in het gekregen. Want ja, ik heb een intensieve therapie gehad bij een christelijke psycholoog. Dat heeft uiteindelijk meer dan 3 jaar geduurd. En dat was echt wel heftig, hè? Want ik zat soms voor mijn gevoel op een glijbaan. Waarin de klachten steeds verder werden en waarin ik ook echt heel bang ben geweest om, nou ja, hè, steeds verder weg te glijden.
En we zijn op zoek gegaan naar mijn emoties. We hebben gegraven in mijn karakter en gesprekken gevoerd over het geloof en over het leven. En ik heb geleerd om de confrontatie aan te gaan met de angst. En we zijn gaan oefenen, kleine stapjes vooruit plannen. Ik had het er net met Nico over, waar we elkaar wel vaker gezien hadden. Dat was bij Purmontien. Ik zit in de Laankerk. En daar was ik toen vaak aan het oefenen. Omdat het een hele kleine, open sfeer had. En zo ben ik weer begonnen met naar de kerk gaan. En zo ben ik ook gaan oefenen om elke keer weer wat verder uit die cirkel van 5, 10 kilometer door te breken. En uiteindelijk is het goed gekomen. Ik heb geoefend en geoefend, steeds wat verder. Maar ik bleef op een bepaald niveau hangen. En de echte doorbraak kwam in 2016 toen ik medicijnen ben gaan slikken. Ik heb het heel lang tegengehouden als een vorm van ik wil het zelf oplossen of ik wil de controle houden. Maar dat heeft mij wel enorm geholpen. En toen is het heel snel weer de goede kant op gegaan. En ik weet het nog goed, oudejaarsavond 2017 zat ik weer in een volle kerk. En wat was dat spanning? Want de deuren gingen dicht en overal mensen om je heen. En het liefst wil je weg, maar toch blijven zitten. En ik weet dat het nog al een jaar of twee jaar is geduurd zodat ik echt weer zonder spanning in de kerk kon zitten. En als je zo lang iets niet gekund hebt of gedurfd hebt, wat is het dan weer mooi om naar de stad te gaan of naar het bos en voor het eerst weer met het gezin op vakantie te gaan. En wat genieten we nu extra van al die kleine dingen die heel vanzelfsprekend zijn? Ik weet nog goed dat ik als een kind zo blij was dat ik weer bovenop de Brienenoordbrug stond. Nou, daar had ik dat van tevoren nooit kunnen bedenken dat je daar nog eens een keer blij mee zou zijn. Hè? Dat je bovenop de Brienenoordbrug staat. Maar goed, ja, dat zijn dan van die kleine mijlpalen waarvan je nu terugkijkt dat je denkt, ja, hoe is het mogelijk? Ik zie nog mijn schoonmoeder huilend in de deuropening staan toen we als verrassing voor het eerst weer bij haar voor de deur stonden in Middelharnis. En we hebben toen ook voor het eerst als gezin samen het graf van mijn schoonvader bezocht. En de afgelopen jaren waren we weer meer dan 1000 kilometer van huis, op vakantie in Oostenrijk en Frankrijk. En stonden we opnieuw te genieten van die prachtige uitkijkpunten bij de hoogste bergen van Europa. De Heere God gaat soms met ons een hele andere weg dan wij zelf zouden kiezen, zei ik net al. Maar ook brengt hij ons zo op plaatsen waar we anders nooit waren gekomen. En zo ging het ook met mijn omweg door het leven. Als eerste vond ik in die tijd persoonlijk geloof. Dat ging door een weg van heel veel strijd en emoties, opstand ook, waarin ik echt heb geworsteld met God en de vraag heb gesteld, waarom dit, Heere God? Waarom zoveel? Is het niet genoeg dat ik alleen mijn vader mis? En waarom ook nog mijn schoonvader? En waarom ook nog psychisch lijden? En ik heb het met Jezus in die tijd vaak uitgeroepen. Mijn God, waarom? Toch vond ik uiteindelijk ware rust en vrede aan de voeten van het kruis van Jezus. Ja. Want hij riep mij met de woorden, kom maar als je moe bent en belast en ik zal je rust geven. Mijn omweg door het leven kwam ik ook een oase tegen, een bron in mijn hart. Er opende zich een stroom van woorden die tot op de dag van vandaag niet is opgedroogd. Op een gegeven moment adviseerde mijn psycholoog mij van, joh, je moet je verhaal eens opschrijven. En dat heb ik gedaan, wat ik allemaal meegemaakt had. En ik schreef er ook een gedicht bij. En tot die tijd was ik eigenlijk nooit bezig geweest met gedichten schrijven, met schrijven. Sorry. Maar het hielp mij om, het van je af te schrijven, zoals zij
ook aanraden. En toen ben ik gedichten gaan schrijven over angst, over verlies, over geloof. En die ben ik uiteindelijk ook gaan delen. En ik vind het wel mooi om vanavond met jullie mijn allereerste gedicht. Je bent niet alleen te delen. Nee. Je bent niet alleen, mijn kind. Ik zal je dragen, al is de weg donker, het leven vol vragen. Blijf sterk, grijp moed. In al je verdriet, ik ben het die jouw angst en beven ziet. Je bent niet alleen, mijn kind. Ik zal er zijn in vreugde, in verdriet, bij angst en pijn. Sla je oog naar boven en leer je leven in mijn vaderland te geven. Tjer. Ik weet nog goed dat ik die gedicht op een gegeven moment op Facebook en Instagram ging delen. Ik dacht, nou, misschien is er één iemand die daar wat aan heeft. Maar tot mijn grote bewondering gingen heel veel mensen die pagina's vanaf die tijd volgen. Dit. En toen had ik soms, toen ik dus nog midden in het diepe dal zat, had ik al wel het idee, zou het kunnen, Heer God, dat u deze weg op deze manier wil gebruiken? En zo ben ik uiteindelijk dichter, schrijver en spreker gaan worden. En sinds die tijd heb ik dus ook een heilige onrust of roeping om zoveel mogelijk te vertellen en te schrijven en te delen over Jezus. En over het geloof. Ja, je zou kunnen zeggen, is je leven dan nu na deze periode volmaakt? Zeker niet. Zoals ik net al zei, we hebben heel veel genoten van dingen die kunnen. En we genieten nog steeds van de kleine dingen als gezin. Toch leven we met elkaar in een gebroken wereld nog steeds. Lijden, of het nu psychisch is of lichamelijk. Het is nooit ver weg. Toen ik in 2017, 2018 zo goed als hersteld was, volgden opnieuw twee zware klappen. Er waren natuurlijk eerst al onze vaders verloren en eind 2019 overleed mijn schoonmoeder plotseling. En slechts 5 maanden later, in april 2020, vandaag 4 jaar geleden, overleed mijn moeder als laatste van onze ouders. Als een van de eerste coronaslachtoffers. Mijn vrouw en ik zijn al beide jong wees en onze kinderen, waarvan er 2 achter in de zaal zijn, die groeien op zonder opa's en oma's. En 2 jaar geleden is onze jongste dochter Rodé geboren en die heeft geen opa of oma gekend. We staan wel, nou, al een paar keer per week bij de foto's van opa en oma's. Dat is toch nog een beetje die om met hem mogelijk ontwikkeld. Ah. En door dit lijden en door al het lijden wat ons in de afgelopen jaren heeft getroffen, ben ik meer op meer gaan beseffen waar het werk om draait in het leven. En nog meer groeide de besef om gewoon je zwakheid en gebrokenheid te laten zien. En dat doe ik vanavond ook. Ik leg het hier bij jullie neer en ik getuig erover. En ik ben meer en meer gaan beseffen waar het werkelijk om draait in het leven. Uiteindelijk is dat alleen om Jezus. Hey. We kunnen streven naar geluk, naar rijkdom, naar roem. Maar onderaan de streep is dit wat telt. Geloof je in Jezus? En door alles heen is het mijn verlangen om te getuigen van zijn liefde en zijn trouw. En gebroken mensen wil God gebruiken in zijn koninkrijk. Nee. En leven en getuigen vanuit gebrokenheid moet je leren. Want het liefst willen we de mooie en gelukkige momenten in ons leven delen. En dat zie je ook heel veel mensen doen. Maar we zijn zo kwetsbaar als het gras. En op het ene moment schitteren we in het morgenlicht en op het andere moment ervaren we de schaduw van de dood. Hoe had ik ooit kunnen vermoeden dat ik tussen mijn 27e en 36e levensjaar 4 ouders zou verliezen en 5 jaar een angst- en paniekstoornis zou hebben? Sorry. Het is weer voorjaar, misschien zijn sommigen van jullie al bij de mooie tulpenvelden geweest.
die overal in het land weer te zien zijn. Right. Mensen die gaan er foto's maken. Wat me altijd opvalt is, als die tulpen net zo mooi hebben gebloeid, dat ze dan worden afgesneden. En dan staan alleen nog de stengels en de bladeren op het veld. En alle schoonheid lijkt dan verloren, er komt ook niemand meer kijken bij de tulpenvelden. Maar in de schaduw onder de grond groeit nieuw leven. Zo krijgen de bloempollen alle kansen te groeien en te vermeerderen. En ik denk dat dit Gods doel is met het lijden in ons leven. Ja. Door het zoeien kon ik groeien. Nee. Hoeveel groei in geloof is er ontstaan vanuit gebrokenheid? Hoeveel vertrouwen en verlangen door lijden? De hele kerkgeschiedenis staat er vol mee. Met verhalen van christenen die getuigen dwars door het lijden heen. De apostel Paulus, we hebben net over hem gelezen, getuigt al in de gevangenis en zong midden in de nacht lofzang. De gevangenen luisterden naar zijn stem. En er vond een grote aardbeving plaats. En de gevangenenbewaker kwam samen met zijn gezin tot geloof. Nieuw leven door moeite en lijden heen. In Noord-Korea en veel andere landen groeit de ondergrondse kerk, ondanks de jarenlange verdrukking. Christelijke martelaren in de vroegchristelijke kerk werden vaak nog eens door keizers, door hele groepen mensen voor de leeuwen geworpen. Zeker. Een heel stadion keek dan uitbundig toe. En toch zijn er meerdere getuigenissen dat door de moed en de kracht en het geloof van die christenen mensen ook in Jezus gingen geloven. En wat is de wereldwijde kerk in de afgelopen 100 jaar bemoedigd en gegroeid door getuigenissen van Corrie ten Boom, van Elizabeth Elliot, van Dietrich Bonhoeffer en Joni Eriksson Tada. Die mensen die mij inspireren in het dagelijks leven en ook in het schrijven. Deze mensen zijn ons volgegaan in het ondergaan van beproevingen en tegelijk getuigen naar de wereld om hen heen, ondanks hun eigen zorgen. En ze getuigen tot op de dag van vandaag ook Gods licht, zelfs in de diepste dalen van het leven. Corrie ten Boom, kennen we allemaal. Overleefde concentratiekamp Ravensbrück. En na de oorlog startte zij een opvang voor oorlogsslachtoffers. En ze vergaf haar onderdrukkers. En haar verdere leven getuigde Corrie op een hele eenvoudige, treffende wijze van haar geloof in Jezus en van Gods goedheid en trouw. En ze werd wereldwijd bekend als evangeliste en schrijfster van boeken en gedichten. Wat veel mensen niet weten, is dat Corrie nog een keer gevangen gezeten heeft. Niet in een strafkamp, maar in haar eigen lichaam. Hey. Er is een prachtig boek over geschreven, De Stille Jaren van Corrie ten Boom. Ik geef zo wat aanraders door de lezing heen. Als jullie meer willen lezen over pijn en lijden, zijn dat tips. Na een aantal hersenbloedingen is de altijd zo actieve en energieke Corrie niet meer in staat om normaal te functioneren. Haar stem zwijgt en haar pen staat stil. De laatste 5 jaar van haar leven heeft ze moeite met spreken, met verstaan en met begrijpen. Wat moet dat voor haar zijn geweest? Wat aan lijdensweg. En gelijk kwam bij mij in ieder geval ook de vraag op. Waarom kon deze evangeliste niet doorgaan met haar belangrijke werk? Want ze bereikte zoveel mensen met het evangelie van Jezus Christus. Nee. Op YouTube staan diverse filmpjes met Corrie opgenomen toen ze ongeveer 84 jaar was. Dat was dus kort voor haar hersenbloeding.
Ook werkte ze in die tijd nog mee aan diverse films over haar leven. En hier hebben we het wonder. In de stille jaren van haar leven en daarna bereikte Corrie op een hele andere manier de achterdacht via die filmpjes meer mensen dan ooit. Wat de waarheid is, het voorbeeld van het borduurwerk wat Corrie vaak mee had bij een lezing. Hè? De achterkant een warboel, de voorkant een prachtige kroon. En dat was het. En zo is ze gestorven naar haar heiland Jezus toe gegaan. En op haar grafsteen, wist ik ook niet, getuigt ze nog steeds. Net als met haar boeken en films. Er staat op haar grafsteen, Jezus is overwinnaar. Kijk, daar hou ik me bij. Elizabeth Elliot heeft geleden. Haar man Jim Elliot, de zendeling, werd omgebracht door Indianen van de stam waar hij werkte. Ze bleef alleen achter met hun kind. Ze hertrouwde en werd opnieuw weduwe. En met haar derde man heeft ze de wereld rondgereisd om mensen te bemoedigen en te inspireren in hun pijn. Ondanks al het lijden in haar leven zijn het de hoop en de vreugde die haar leven kenmerken. Ja. En ik vond bij Tim Keller in het prachtige boek Aan Gods Hand door pijn en lijden, dat ook wel mooi vanavond met het thema, een gedeelte over Elizabeth Elliot. En ik wil het graag voorlezen voor jullie. De rode draad die door al het werk van Elliot loopt, is dat God vertrouwen, als we hem niet begrijpen, gelijk staat aan hem behandelen als een God en niet als een gewoon mens. Ja. Het is hem behandelen als glorieus, oneindig veel groter dan wij in zijn goedheid en wijsheid. Maar, zoals Jezus zegt, het uur waarop Gods grootheid het meest schitterend geopenbaard werd, het is geweest toen hij aan het kruis hing. Daar zien we dat God zo oneindig en zo compromisloos rechtvaardig is, dat Jezus moest sterven voor de zonde. En ook dat God zo absoluut liefdevol is, dat Jezus bereid was en graag wilde sterven. Dit is de wijsheid ten top. Dat Gods liefde en rechtvaardigheid, die schijnbaar haaks op elkaar staan, in één handeling beide zult stemmen worden. Dat betekent dus vertrouwen op Gods wijsheid in ons lijden, zelfs als wij het niet begrijpen. Denken aan de grootheid en de betekenis van het kruis. Elizabeth Elliot redeneert als volgt. Die handen van Jezus die miljoenen werelden draaiende weten te houden, zodat ze blijven voortbestaan, werden bewegingsloos aan het kruis genageld. Voor ons. Kun je hem vertrouwen? Dus een van de bedoelingen van het lijden is dat we God verheerlijken door hem gewoon als de oneindige, soevereine, volkomen wijze en toch vlees geworden en leidende God te behandelen die hij is. Daarmee maken we God groot bij God, het meest passende wat we kunnen doen. En als we dat doen, dat past bij God en bij onze ziel, dan zullen we een rust vinden, zo is de redenering van Elizabeth Elliot, die niet afhangt van de omstandigheden. Dietrich Bonhoeffer, ook een bekende naam, was een Duitse theoloog en predikant. En hij kreeg in 1939, vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog, in Amerika een baan aangeboden. Er was een kans om zich te vestigen ver weg van de oorlog in een ander land. Toch besluit de jonge Bonhoeffer om terug te gaan naar Duitsland. En hij is in het verzet gegaan. Hij werd gevangen genomen en heeft ongeveer 2 jaar in de gevangenis doorgebracht. Vlak voor het einde van de oorlog in 1945 wordt hij alsnog omgebracht. En hij sterft met de bekend geworden woorden op zijn lippen: dit einde is voor mij het begin. En na de oorlog wordt bekend dat hij in de gevangenis ontzettend veel geschreven heeft. En deze geschriften en ook heel veel gedichten, die zijn steeds bekender geworden. En ik vond een citaat van Bonhoeffer die heel mooi aansluit bij het thema van vanavond.
dan? Zelfverloochening betekent alleen Christus kennen en niet meer jezelf. Het houdt in dat je alleen op hem let, die voorop gaat, en dat je niet meer let op de zware weg. Wie zichzelf verloochent zegt, hij gaat voorop, houd je aan hem vast. Yogi Erickson Tada raakte op 17 jaar van leeftijd verlamd vanaf haar nek door een duik in ondiep water. En na een aantal jaren van zware depressie en revalidatie getuigde ze vanaf de jaren 70 onophoudelijk als schrijfster, spreekster en zangeres van Gods trouw en goedheid. Het was door haar lijden heen. Ze zegt zelf over lijden, dit zijn kansen om je geloof te verrijken. Je loyaliteit aan God te geven. Het is een kans om met ongeschokt vertrouwen uit de vallei van de schaduw van de dood te lopen. Hey. Ze heeft een prachtig boek geschreven, De Tranen van God. Ook een hele mooie tip voor wie meer over dit onderwerp wil lezen. Hey. Ik lees daar een kort citaat uit voor. Ze noemt daar ook C.S. Lewis, de bekende schrijver. Onze hemelse hoop wordt aangewakkerd door pijn en verdriet. Mensen die niet met tegenslag worden geconfronteerd, hebben een minder energieke hoop. Zeker, ze zijn blij te weten dat ze naar de hemel gaan. Voor hen vormt Jezus de garantie dat ze de hel ontlopen en in de hemel komen. Het is net rouwhandel. Plaats je zonde op de toonbak en je krijgt een onvergankelijke ziel terug. Het lijden zorgt er echter voor dat het leven als christen meer betekent dan het ondertekenen van een eeuwig levensverzekeringscontract. Door het lijden krijgt het contract pas echt inhoud. Het richt ons hart op de toekomst. Zoals een moeder het gezicht van haar kind een bepaalde richting opdraait en hem aanspoort, kijk eens naar deze kant. Wanneer de hemel eenmaal onze aandacht heeft, begint er in ons een vloedvolle verwachting groeien waarbij we uitzien naar Gods ultieme werkelijkheid. Er staat nog veel meer in. Ik zou nog een hele avond door kunnen lezen, maar dat doe ik niet. Ik heb wat willen vertellen over deze hele normale mensen die God gebruikt als rijke getuigen. En ze laten ons zien dat we zelfs in de meest pijnlijke momenten van ons leven en de diepste zorgen en de verliezen die we meemaken, God ons verhaal kan en wil gebruiken om anderen weer te bemoedigen en inspireren. En dat is ook mijn verlangen om te getuigen van Gods goedheid, dwars door alles heen. Er zijn mensen die hopen dat God hen wil gebruiken als leider in de kerk. Om een geweldige organisatie te bouwen en te leiden van kracht tot kracht. En vele dromen van een carrière als muzikant. Om te zingen en te aanbidden voor een grote menigte. En ik ken ook veel mensen die willen helpen en dienen onder kwetsbaren en vluchtelingen. Goede dingen. Laten we dat vooropstellen. Maar weinigen zijn klaar om te leiden voor hen. Veel mensen willen het woord onderzoeken en onderwijzen. Maar weinig van ons zijn bereid om eerst lessen te leren op de school van het lijden. En laat ik benadrukken dat we niet moeten verlangen naar lijden. Maar we moeten er wel klaar voor zijn. Dietrich Bonhoeffer juicht al meer dan 75 jaar voor de troon van God. En Corrie ten Boom is daar ook. En meer recent overleed Elizabeth Elliot. Kamert. Yogi Erickson Tada is inmiddels voorbij de leeftijd van 70 en zal niet altijd hier zijn. Eens zal ze haar rolstoel mogen achterlaten en de hemel in mogen redden. Om voor altijd bij Jezus te zijn. En wie zal de stem van het getuige van hen overnemen? Misschien mag jij wel je grootste bediening vinden in het gewoon getuigen en troosten vanuit de diepste moeite en verdriet.
Misschien is dit wel een geheime opdracht van God om namens hem te ondernemen. Om jezelf en je emoties gewoon te laten zien. Om te getuigen met lege armen en een gebroken hart. Spurgeon, de bekende prediker, schrijft: de troost die door de een ontvangen wordt, kan vaak gebruikt worden om ook weer iemand anders mee te bemoedigen en troosten. Uit bronnen die door de een gegraven zijn, kan degene die nakomt weer putten. Wat? Wij merken dan dat anderen al voor ons op dezelfde plek zijn geweest. Terwijl wij onze reis maken door dit tranendal, ontdekken wij heel graag wegwijzers die door andere pelgrims zijn neergezet. En de belangrijkste wegwijzer vinden we in het diepste dal van lijden en ellende. Hier vinden we een levensgrote boodschap van Jezus. Misschien wel op het spandoek zoals hier voor de kerk, of denk ik eigenlijk veel groter. Ik was hier. Ik ben jullie hier alles voorgegaan. Ik deed het voor jou. En niemand heeft ooit meer geleden dan Jezus heeft gedaan. En dat is onze grootste troost. Gebroken leven is beslist geen slecht leven. Het is wandelen in het zicht van onze schepper. Het zijn beloften altijd voor over. Wat zal de wereld mooi worden op die dag? Nog schitterender dan de mooiste tulpenvelden en de mooiste vergezichten op aarde. Tijdens het schrijven van mijn boek Troost bij Lijden ben ik tot twee conclusies gekomen over de bedoeling van God met lijden. Ik heb een poging gedaan. Het is zo'n moeilijk onderwerp dat je daar nooit natuurlijk een passend antwoord op kan krijgen voor iedereen. Maar ik wil ze wel graag met jullie delen. Lijden brengt ons als eerste vaak dichter bij hem. Het maakt onze afhankelijkheid groter en we begrijpen de diepte van Jezus lijden voor onze zonde beter. En ten tweede, degene met ervaring met lijden kunnen met lege armen en een gebroken hart anderen juist bemoedigen, troosten en inspireren. Ik wil graag afsluiten met een verhaal uit mijn nieuwste boek, de 100 mooiste Bijbelversen. En dat staat bij het prachtige vers uit Openbaring 21, vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Daar gaat het naartoe. Als we in ons eigen hart en om ons heen kijken, zien we veel verdriet en pijn. We leven in een wereld waarin ellende en nood aan de orde van de dag is. Juist vannacht nog weer hebben we vele gebeden voor Israël en de dreiging die er was en ook nog is. En het houdt maar niet op. Wat zijn er veel tranen van onmacht, verdriet en boosheid. Tegelijk zijn tranen Gods geschenk om ons te helpen de pijn in ons hart los te laten. In onze gebrokenheid en kwetsbaarheid is een grote les en kracht te vinden. Als je in een bos loopt of op een heide waar een grote natuurbrand is geweest, is alles zwart geblakerd. Je loopt daar rond en je ziet niets anders dan verwoesting. Als je echter maanden later op diezelfde plek komt, zie je overal een nieuw leven omhoog komen en groeien. Het ach is uitzichtbaar. Een brand komt zelfs de biodiversiteit ten goede. Vaak blijven er na een brand onder de grond allerlei wortels en zaden in leven. En als er regen valt, komen opgerotte planten weer omhoog. En dit beeld kun je deels vergelijken met ons leven. Door het lijden in ons leven kunnen we er zwart en uitgeblust uitzien. Onze tranen vallen door onze gebrokenheid en daardoor ontstaat vaak wonderlijk nieuw leven. Lijden maakt ons gevoeliger, waardoor we ook meer compassie kunnen hebben met anderen. En lijden brengt ons ook vaak dichter bij God. Met neutrale ogen kijken we naar Jezus aan het kruis. En vinden troost in de wetenschap dat Hij ook geleden heeft voor ons. Wow. Ik begon mijn lezing met het touw, dat inmiddels op de grond ligt. En ik wil er ook graag mee afsluiten. En door het geloof weten we dat we een toekomst vol van hoop mogen verwachten. Eeuwig leven zonder angst, pijn en lijden.
hoger vooruitzicht. En daar gaat het naartoe. Het sluit af met de oude woorden van een heel bekend gezang. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Maar Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanen zijn.